Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Road to Life 1250 punten in de Game Mode Sharpshooter. Vandaag spelen we op Raid zoals je kan zien en ik upload de laatste deze serie best wel vaak, omdat ik echt gewoon even die 1250 punten wil halen. Zo makkelijk is het. Elke keer dat ik speel upload ik natuurlijk, dus kom maar op jongens. Ik ben de host, dus zie je aan mijn vier barretje meteen aan het begin. En er zitten zo te zien niet hele goede mensen in. Kijk maar, nulste prestige, derde prestige en tweede prestige ofzo. Dus het zijn niet hele goede mensen, maar we spannen wel weer meteen natuurlijk met een kutwapen. Namelijk de Executioner. En dan komt er eentje in mijn rug, of via deze kant, of in mijn rug. Oh shit, oh my god jongen, ik dacht dat ik hem wel in twee kogels kon pakken. Nou, hij scheidt eraan. Zit er hier eentje, wat? Ik span in ze, wat? Oh mijn god, Call of Duty, dat spawnsysteem, wat de heck. Maar we moeten dus de 1250 punten halen. Om dat te halen, moeten we natuurlijk dubbele punten halen. 4 kills heb ik daarvoor nodig. En dan moeten we daarna gewoon niet meer doodgaan. Dus 4 kills halen, niet meer doodgaan. Dat is gewoon het simpelste wat ik ook maar kan verzinnen. Ga dood jij, op het een. Nog 3 kills, dan heb ik dubbele punten. Kom op. 3 kills, jongens. Zitten er 2 in de money room. Ik weet niet waarom er 2 in zitten, maar het zal wel weer. Dus kom hier jij. Dankjewel, in mijn rug. 3 kogels. Dankjewel, dan komt er nog een aan. Snel reloaden. Oh shit, we krijgen een ander wapen, joh. Let's go, M27 komt er nog een achteraan sowieso, kom maar. Dankjewel, oké, we hebben nu dubbele punten, man. 20 punten per kill nu. En we gaan natuurlijk gewoon knallen. We moeten zo snel mogelijk die kills kunnen oppakken. Zo snel mogelijk moeten we die enemies kunnen killen. Zo snel mogelijk moeten we gewoon kills maken. Dat is het makkelijkste wat ik echt gewoon kan zeggen, man. Kills maken, punt uit. Meer is er niet aan. Kom op. We gaan gewoon de hele tijd in deze keuken staan, man. Dit heet de keuken waar ik in sta. En dan kan je zoveel kills oppakken. Hier, Merciless is alweer binnen. 11 streak nu. En dan spant er weer eentje rechts. Ik weet niet of die over het basketbalveld gaat. Maar die UAV die sweept natuurlijk de hele tijd over die map heen. En die UAV die moet je natuurlijk ook gewoon vertrouwen. Want niemand speelt hier met Ghost. Niemand die zie je niet op de UAV staan. Dus je ziet alles eigenlijk op de UAV. En je moet ze ook gewoon eigenlijk blindelings vertrouwen op de UAV. Want hij laat je alles zien. En als je daar dus goed op vertrouwt. Dan kan je er ook gewoon eigenlijk niet meer door doodgaan. Omdat er dan niemand meer naast je kan staan ofzo. Maar kom op man. Kut, spant hier niemand meer. Doet weer iemand zijn microfoon en begint weer kaart te schreeuwen. Daar heb je helemaal niks aan dat soort mensen. Maar ik weet nooit waarom mensen het doen. Maar nu moet ik helemaal moeite gaan doen om die vent te muten. Dus zo, daar is die. Zo irritant hè, als mensen dat doen. Dan komen ze de lobby in en dan gaan ze gewoon lopen schreeuwen. En dan doen ze helemaal verder niks anders. Maar dan spant er hier weer eentje. Dankjewel. Kut. Ik ben bijna dood, dus ik moet nu even wachten. Ik wil niet doodgaan. Kut zo, ik ben dood. Maakt niet uit. We hebben 360 punten, man. Gaat de goede kant op zo. Niet doodgaan door die. Dankjewel. Oké, kom op. We hebben 370 punten nu, man. Dit gaat echt de goede kant op zo. Maar we moeten natuurlijk dit wel gewoon kunnen blijven doorzetten. En nee, dan krijgen we weer dit pocket ding, man. Die kregen we gisteren ook al, jongen. Hier kan je toch... Hier kan je geen skills mee... Hier kan je geen streak mee neerzetten. Dat wou ik zeggen. Ah, hier heb je helemaal niks aan gewoon. We moeten gewoon niet doodgaan nu we dit ding hebben. Dat gaan we sowieso wel, hoor. Dat kan ik je alvast garanderen. Maar we moeten gewoon proberen om niet dood te gaan. Niet dat dat echt mogelijk is, maar... Als we hier gewoon wat kills mee kunnen pakken en die dubbele punten kunnen blijven... Houden, dankjewel dat jij gewoon in de ronde gaat lopen schieten. Dan moet het goed komen, man, met het kutding. Kun je snel reloaden. Oké, niet doodgaan, dat is alles. Niet doodgaan met dit pocketding. Niet doodgaan met dit pocketding. Dankjewel, weer een killetje. Het is dubbele punten, man. Span hier maar, dankjewel. Kom op, jongens. Houd vol met dit pocketding. Ah, oh, kutzooi. Ik wou net zeggen, houd vol met dit pocketding en dan ga ik dood, hè. Kom op. Nog één kill pakken, dankjewel. Oké, volgende wapen, man. Elsat, chill wapentje dit. Sterk wapentje, light machine gun. Overpowered als je er goede perks op hebt staan. Goede attachments op hebt staan. En zo niet, dan is het een kutwapen. Maar jij loopt hier voor me weg. En dat vind ik niet zo aardig. Maat, kom terug. Loop er niet voor me weg. Kijk op je UAV dan. Hier heb je toch helemaal niks aan dat je voor me weg loopt. Ik snap dat soort mensen niet, hè. Als je op je UAV kijkt, dan zie je toch dat ik achter je sta. Dan draai je toch om en dan kill je me toch. Althans, dat probeer je dan toch, kan ik beter zeggen. Ik weet niet of je me ook daadwerkelijk kan killen. Maar je kan het altijd proberen. Loop er hier nog eentje. Die kills van mij. En er zit er hier een binnen te campen. Dankjewel, maat. Dankjewel dat jij zo'n slechte camper bent. Sowieso dat er hier eentje weer spant. Dankjewel. Sil, hoe vaak je sharpshooter speelt, hoe sneller je die spans dat je koppel leert kennen. Zo makkelijk is het. En die spans die heb je ook echt gewoon nodig in deze game mode. Om natuurlijk die 1250 punten te halen. Dus als je nou nog een keer hero spant, dan ben ik blij. Yes, dankjewel. Kom op, 630 punten. Nog anderhalve minuut. Oh, dit is mijn eigen schuld dat ik nu dood ga. Dankjewel. Oké, 20 punten per kill, man. Dit gaat goed. Dit gaat heel goed. Dit gaat echt gewoon top. Dit gaat super. 650 punten. We hebben nog 2 wapens, man. Nog 2 wapens de tijd om kills te maken. Dat is vet veel. Kom op. Achter me komt er ook een. Kut. Ik ben omsingeld. Kom. Draai je om. Kijk op je UAV. Die kijkt ook niet op zijn UAV, deze vent. Alsjeblieft, kijk op je UAV. Komt er ook een achter me. Dus snel reloaden en dan me dan omdraaien. Dan heb ik hem ook nog. Oké. Over 30 seconden komt het laatste wapen eraan, man. Dat laatste wapen dat moet ik echt goed doen. Als ik dat laatste wapen verneuk, dan halen we de 1250 punten niet. Als ik dat wapen goed doe, dan halen we de 1250 punten. Zo makkelijk is het. Oh mijn god, ik wil van deze serie af. Kom op.
Nee, nee, nee. Laatste wapen, laatste wapen. Nu niet doodgaan. Nu mogen we niet doodgaan. 40 punten per kill. We mogen nu niet doodgaan. We mogen alles doen behalve doodgaan. Let's go. 40 punten erbij. Niet doodgaan, niet doodgaan. Let's go. 40 punten erbij. Span hier alsjeblieft. Span hier alsjeblieft. Kom op. Doe het voor mij. Nee, kut zo. Kut, 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 kut. Ik ben bijna dood. Uh-oh. Dit was niet helemaal volgens plan. Kut, 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 kut. Ze rennen allemaal voor me weg. Bij het laatste wapen. Iedereen rent voor me weg. Nee, jongens. Nee. Deed dat dan bij andere wapens. Maar niet bij het laatste wapen, man. We hebben gewoon een rootless. En kijk dan, iedereen rent voor me weg, man. 930 punten. We kunnen hem nog halen, we kunnen hem nog halen. We kunnen hem nog halen. 970. Komt er een in mijn rug. 1010. Oh my god, nee. Nee, 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 nee. Nee, 1050. Oh my god, de tijd zit erop. Oh, wat een bijna. Wat een bijna. Holy shit, mensen. 1050. We moesten er nog 200. Dat waren 5 kills die we nog bij moesten. En dat klopt ook. 5 kills erbij. Dat is ongeveer 55, 56 kills. Dus... Ah, oh, bijna, man. Bijna. Als je hebt genoten, geef me alsjeblieft een uitmogen natuurlijk. Bij 1250 likes upload morgen of overmorgen meteen weer een nieuwe aflevering. Dus tot en met de volgende keer. En bye bye, mensen.